Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaats en van maandag 5 maart. Er zijn flinke zonnige perioden in Nederland, maar er trekken hier en daar ook nog wel wat wolkenvelden over. Het blijft de hele dag droog de temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 3 en de 4 graden, bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag stijgt het kwik verder en op de meeste plaatsen halen we de dubbele cijfers: 10 tot 11 graden wordt het. Alleen rond het IJsselmeer en de Waddenzee is het kouder als gevolg van het smeltend ijs. Overmiddag dus droog weer en dat geldt ook voor de avond. De temperatuur daalt dan naar zo'n 3 tot 6 graden en de wind die wordt meer oostelijk. Vannacht zou het lokaal een graadje kunnen gaan vriezen in het noordoosten. Morgen meer bewolking, heel af en toe wat zon en temperaturen tussen de 10 en de 11 graden op de meeste plaatsen. Alleen rond de wateroppervlaktes die nog bevroren zijn is het kouder. Verder waait er een matige oostenwind en kan er hier en daar een spatje regen vallen. En woensdag tot en met vrijdag is het ook wisselvallig weer. Met iedere dag wel kans op wat neerslag. Droge perioden overheersen overigens. Woensdag en donderdag is het rond de 8 graden. Vrijdag kan het in het zuiden weer 10 of 11 graden worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.